De vervallen panden aan de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad worden met de grond gelijk gemaakt. De eigenaar wil op die plek parkeerplaatsen maken. Onder andere de raadsfractie van D66 heeft zich tot het laatste moment verzet tegen de sloop. En ook vanuit de stad kwamen veel bezwaren. Met een petitie werd geprobeerd om de historische panden te behouden en plaats te laten bieden aan creatieve starters. Volgens een kostenanalyse van de gemeente zou het opknappen van de panden miljoenen euro's hebben gekost.